Goedemiddag allemaal, welkom bij de online spotlight van Naturalis met Jasmien Groters. En zij gaat het met ons hebben over hoe je nou een dino opgraaft. Heel erg dat jullie allemaal kijken en hallo Jasmien. Hi. Voordat we gaan beginnen ga ik eerst even vertellen wat een spotlight is en waarom we het doen. Nou, bij een online spotlight gaan we met medewerkers van Naturalis in gesprek. En normaal doen we dat in Life Science in het museum, maar dat kan nu even niet. En we doen dit omdat we willen laten zien dat Naturalis meer is dan een museum alleen. Naturalis is namelijk ook een onderzoeksinstituut met een nog veel grotere collectie van namelijk van meer dan 42 miljoen objecten. En die hebben we om de natuur beter te kunnen beschrijven, begrijpen en te behouden. En zo staat er iedere week een andere medewerker van Naturalis in de spotlight. Vandaag is dat Jasmien. En tijdens zo'n spotlight heb je als kijker ook kan je meedoen. Je kan namelijk vragen stellen aan Jasmien en dat kan je doen in de chat. Er zit een kleine vertraging in, moet ik zeggen. Dus het kan zijn dat je vraag iets later beantwoord wordt. Dan weet je dat. Jasmien, ben je er klaar voor? Zeker, kom op. Zou jij jezelf kort willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je precies bij Naturalis? Nou, ik ben Jasmien Groters en ik prepareer de dinosaurusbotten in het dinolab van Naturalis in de zaal Life Science. En het prepareren houdt in het schoonmaken van de dinosaurusbotten voor tentoonstelling of voor wetenschapsdoeleinden. Plus ik ga met het team mee naar Amerika om de botten ook daadwerkelijk op te gaan graven. En dat doe ik met een heel team. En dat team zien we hier, neem ik aan, op de foto? Dit is het grootste gedeelte van het team die aan de Triceratops gewerkt heeft, die nu al in de zaal tentoongesteld wordt. Deze Triceratops heet Dirkje. En hij is vernoemd naar iemand die ook op deze foto staat. Het is onze Belgische collega die altijd opgetrommeld wordt voor veldwerk. Het is de meneer aan de achterste rij in het groene overhemdje. Dat is de enige echte Dirk. Ja, en waarom hebben jullie ervoor gekozen om hem naar hem te vernoemen? En niet naar jou bijvoorbeeld? Had ik wel leuk gevonden. Nee, Dirk is degene die de meeste tijd besteed heeft aan Dirk in het veld. Het opgraven van die botten was best een moeilijk werkje, omdat heel veel botten fragiel waren en snel uit elkaar vielen. En Dirk heeft daar veel aandacht aan besteed. Dus als bedankje hebben we hem Dirk genoemd. Leuk. Nou, neem jij ons mee naar de plek waar die is opgegraven? Ja, stel je voor. Daar kwam je aan en na een hele lange reis hier. Ja. Hoe was die reis en wat dacht je precies toen je hier aankwam? Yes, eindelijk grond. We hebben 8 uur, je vliegt 8 uur, dan heb je een overstap. Dan vlieg je nog een keer 2 uur en dan denk je, nou we hebben de reis wel gehad. Dan rij je nog een keer 3 uur met de auto. Maar dan kom je aan op deze prachtige plek in het midden van de prairie. En alles om je heen is vlakte. Er stond 1 boom en de tentjes om je eigen tent heen. En dat is het dan. Veel rust. Het ziet er kaal uit. Er is al een vraag. En dat gaat over het opgraven van broze botten. Wat doe je om die te versterken? Heel veel lijm gebruiken, maar echt heel veel lijm. Echt liters lijm. En we hebben gelukkig liters lijm in het veld. We gebruiken een lijm die ook weer oplosbaar is met aceton. Zodat als we de botten hier thuis weer uit het pakket halen, dat we de eventuele lijmkorsten weer kunnen verzachten. En dan kunnen we de botten op een veiligere plek goed verstevigd beter schoonmaken. Dankjewel. Ik zie dat we ook een Belgische kijker hebben. Leuk. Ja. Oh, leuk. Nou, en dan ga je slapen. Dat moet natuurlijk ook daar. Ja. En dit is jullie kamp. Waar bestaat het kamp uit? Ons kampementje bestaat uit je eigen tent. Dus de hoeveelheid luxe die je jezelf gunt. Voor mij is dat een 2-persoons tent en ik heb altijd de slechtste luchtbedden. Plus een goede camper. Hierin koken we en gaan we 's avonds als het wat kouder wordt met z'n allen in de camper spelletjes doen. Soms kijken we een filmpje als iemand een laptop mee heeft. En hier staat onze koelkast. Klinkt best gezellig. En dan word je 's ochtends wakker, dan moet je heel nodig naar het toilet. Ja, dan zou ik heel hard stampen, want er lopen giftige spinnen en er kruipen giftige ratelslangen. En dan is dit je toilet.
Altijd de bril controleren, want soms zit er een zwarte weduwe onder en die wil je niet in de buurt hebben. Ja, je wc is eigenlijk een hokje met drie wandjes zonder dak en zonder deur. Dus je hebt een prachtig uitzicht. Dat wel, ja. Ja. Op de wc zitten onder de sterrennacht is best wel een plus. Florien vraagt, wat voor studie heb je hiervoor gedaan? Ik ben zelf altijd een uitzondering op de regel. Normaal gesproken zou je paleontologie studeren om aan het werk te kunnen met dinosaurusbotten. Ik ben niet zo heel goed in studeren, dus ik ben afgestudeerd als moleculair analist. Wat betekent dat ik vooral veel met DNA zou doen. Maar ik ben hier als vrijwilliger begonnen 3 jaar geleden en ondertussen zit ik als leidinggevende in het lab. En is dat iets wat je altijd al hebt gewild, ja, om met dino-botten aan het werk te gaan? Ja, ja, ik zeg altijd, alle kinderen gaan door een dino-fase heen en ik ben blijven hangen. En dat is nu mijn werk geworden. Superleuk. Ja. Nou, dan word je wakker in je tentje. Ja, dan is het koud. Dus dan, de meesten gaan de tent uit, tanden poetsen, op naar de wc. En dan is er iemand die corvée heeft, die 's ochtends het ontbijt klaarzet. En dan ga je met z'n allen ontbijten. En je ziet al dat dat heel goed gaat met, volgens mij staat er net geen chips op tafel, maar Arizona bijvoorbeeld. En om 8 uur gaan we ongeveer naar het veld toe. Dan is het alweer tijd voor de korte broek en de t-shirts. En dan zitten we daar tot 8 uur 's avonds. Ja, ja, dus lange dagen in het veld. Ja. Is het zwaar werk? Ja, het is heel zwaar werk. Je ziet al dat er niks is aan begroeiing. Wat betekent dat er geen schaduw op het veld is. Je zit er, op de heetste dag hadden we 38, 39 graden aan warmte. Plus alle botten waar je mee werkt zijn super zwaar. De bovenbenen wegen nu klaar geprepareerd ongeveer 30 kilo. Dus moet je nagaan hoeveel dat is als het en ingepakt is in gips en vol zit met zand. Dat is best een gewicht. Dus een vraag van Simon uit België. Ja. Leuk. Hoeveel driehoorns of triceratops hebben jullie gevonden op die plek? Dat is nu nog heel moeilijk, omdat we heel veel botten hebben. We weten dat we 9 bovenbenen hebben gevonden. En als je dan een beetje logisch zou nadenken, elk beestje heeft 2 bovenbenen, zou je uitkomen op 5 dieren, waarvan er eentje maar 1 been heeft. Maar wat we nog niet weten, is hoeveel linkerbenen en hoeveel rechterbenen we hebben. Dus het zou ook heel goed kunnen dat we 6 linkerbovenbenen hebben. En dat zou dus betekenen dat we al 6 dieren hebben. Dus we moeten eerst alles schoon gaan maken. Gaan kijken wat een linker en een rechter is. En aan de hand daarvan kunnen we pas zeggen hoeveel dieren we ongeveer hebben. Ja, en voordat we verder gaan met deze dia. Ja. Is er nog een vraag van Jolien. En Jolien wil weten wat de grootste dino is die jullie geprepareerd hebben in de dinolab. De grootste dino die wij geprepareerd hebben is een triceratops. We zijn nu bezig met onder andere een volwassen triceratops. En een volwassen is ongeveer 9 meter lang en 3 meter hoog. Dus dat is best een grote jongen. Dat is ongeveer 2 olifanten aan lengte en een olifant aan hoogte. Dit is de hoogste, de grootste waar we aan gewerkt hebben, omdat we nog niet aan iets anders gewerkt hebben. Dus Dirk is geen volwassen? Dirk is geen volwassene, Dirk is een puber. Dus die is net geen 8 meter aan mijn hoofd en 2,5 hoog. Dus je kan nog net een slagje groter. Nou, ja. Dan zien we hier. Wat zien we hier? Ja, dit is een stukje waar een bot in zit. Je ziet een streepje lopen met een wit stickertje erop. Dat is het nummertje die we hebben gevonden. En als we dan een bot vinden, dan willen we die uit de grond halen. En we willen eigenlijk dat het zo veilig mogelijk meegaat. Dit stuk lag helaas verticaal de grond in, waardoor we best een groot pakket moesten hebben. We maken er een paddenstoel van. Dus we maken een hoedje op een pootje. En in dit geval is dat 1 pootje. En vervolgens gaan we die dan ingipsen. Dus we zorgen dat er een greppel omheen komt. En die greppel maken we met messen. En als we dan het greppeltje gemaakt hebben en je paddenstoel is een beetje een goede paddenstoel, dan doe je aluminiumfolie om het hoedje heen. En dan gaan we gipsen. En als het gipsen dan omheen zit, breek je het pootje vervolgens eronder weg. En dan kun je hem omdraaien. Oké, dat zien we hier, hè? Ja, ja, dus dit stuk is al omgedraaid en ingegipst en moest nu het veld uit. Een beetje om een idee te geven hoe zwaar dat dan is. We staan er met 3 man, proberen we een hoek omhoog te krijgen. Waardoor er een graafmachine onder kan om hem op te tillen. En dit was al vrij heftig. En ik vraag me nou af, hè, je gaat daar graven. Wat is dat voor ondergrond? Is dat...
Hard, zacht? Is het wat voor soort sediment is dat? Wat voor soort... Het sediment in deze opgaving is heel verschillend. Het meeste zit in een kleiig sediment. Wat betekent dat het in laagjes ligt, een rivierbodem. Wat heel fijn is om in te werken. Het gesteente laat heel mooi en laagjes los. Het is mooi zacht. Je kunt er best wel ver mee komen met alleen maar mesjes. Maar daarnaast hebben we ook nog zandsteen. Wat heel hard samengedrukt is, gesteente is. Wat dus heel moeilijk is om doorheen te komen. En we vinden heel veel ijzergesteentes rondom de botten. En dat is helemaal een hel om weg te prepareren. Want het is zo hard dat zelfs onze prepareernaalden er niet altijd tegen kunnen. Dus het is echt een diversiteit van gesteenten die er omheen ligt. Oké, dus dat harde, dat doe je pas in het lab, in het dino-lab. Soms kan het niet anders, omdat de botten half in een zachter gesteente, half in een harder gesteente zitten. Dus dan zul je daar echt wel doorheen moeten breken. En dat proberen we dan met pikhouwelen te doen. Met scheppen eronder proberen te rammen. Maar dat moet met grof geweld. Ja. Simon vraagt voor hoeveel procent Dirk compleet is. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Het percentage van botten. Een triceratops heeft ongeveer 320 botten. Aan die botten hebben we ongeveer 20%. Wat niet zoveel klinkt. Maar voor triceratops is dat al best wel veel. Als we gaan kijken naar massa, botmassa, dan gaan we kijken naar meer als je een plaatje inkleurt, hoeveel van het plaatje is ingekleurd. Nou, we hebben alle grote botten, dus de bovenbenen, bovenarmen, onderarmen, onderbenen hebben we. We hebben stukken uit de schedel en dan komen we al gauw op 50%. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar wil kijken. Maar officieel is Dirk maar 20% compleet. Ja. Voordat we verder gaan met deze dia, er is een vraag van Willemijn. Ja. Hij vraagt hoe lang jullie gemiddeld doen over het opgraven van een skelet. Van één skelet is voor ons best moeilijk, omdat we natuurlijk met heel veel dingen tegelijk bezig waren. Onze opgraving is opgedeeld in een lagere opgraving en een hogere opgraving. Er zit ongeveer 3 meter tussen. De bovenste opgraving was vrij snel leeg, maar dat was de opgraving waar Dirk lag. Daar hebben we denk ik 2 seizoenen over gedaan. 2, 3 seizoenen om de laatste restjes eruit te halen. Maar in totaal zijn we bijna 5 seizoenen bezig geweest met de botten uit de grond halen. Een seizoen is ongeveer 6 weken als het mee zit. En nu moet alles nog schoongemaakt worden. Dus het uit het veld halen duurt niet eens zo heel erg lang. Het is vooral het schoonmaken wat heel lang duurt. Nou, is nog een vraag van Iwan. Ja. Zag het landschap er in de tijd van de dino's ook zo kaal uit? Waarschijnlijk zag het er op dat moment iets anders uit. Wat we bij ons in de opgave gevonden is, de botten lagen waarschijnlijk op een rivieroever, waar ooit een overstroming is geweest. En vlak achter onze botten vonden we een opstopping van boomstammen. Dus dat betekent dat er in ieder geval bomen moeten zijn geweest. En wat we ook altijd zien aan die mooie plaatjes uit het krijt, dat er best wel grote palmvarenbomen waren. Dus er zal een wat groener landschap zijn geweest met iets minder cactussen, iets minder salie en iets minder gras dan wij hebben meegemaakt. En je hebt het over het krijt. Hoe lang is dat geleden? Onze triceratopsen zijn van ongeveer 67 miljoen jaar geleden. Dus het krijt is ietsjes ouder. En dat is ook het tijdperk waarin T-Rex... Zeker, heeft. Ja. T-Rex was de grote vijand van Triceratops. En Triceratops was het favoriete late night snackje van de T-Rex. Dus vandaar ook waarschijnlijk dat we minder vinden van de Triceratops. De vraag van Simone. Als je grof geweld moet gebruiken, gebeurt het dan ook wel eens dat je een bot kapot maakt? Ja. De botten zijn sowieso al gebroken. Ze zijn natuurlijk heel oud en de grond heeft er een hele hoop mee gedaan. Ze zijn omhoog gelanceerd, ze zijn naar beneden gezakt in de grond. Dus er is heel veel mee gebeurd, wat betekent dat er ook natuurlijke breuken in deze botten zitten. De vraag bij ons is ook vaak niet, gaat het breken? Maar wanneer gaat het breken? En kunnen we dat voor zijn? En anders gebruiken we die liters lijm weer. Alles met lijm kan alles weer... Alles met lijm. Maaike vraagt, als je daar aan het werk bent, opgraven, in welke mate wordt er dan op de context gelet tijdens het opgraven? De manier waarop de botten liggen en wat er in de buurt ligt, neem ik aan dat er bedoeld wordt.
We kijken naar wat voor plantenresten we er bijvoorbeeld bij in de buurt vinden. We gaan kijken naar... We tekenen alle botten in een kaart. Dus we hebben één grote bottenkaart. En we hopen daar aan de hand van die bottenkaart te kunnen zien waar welk bot ongeveer gelegen heeft. En welke botten daarbij in de buurt liggen. En of het mogelijk is dat deze botten die bij elkaar in de buurt liggen en waarschijnlijk bij elkaar horen, dus ook echt tot één beestje behoren. Dus daar kijken we ook echt van naar. We kijken bijvoorbeeld ook, wat vinden we nog meer? We hebben bijvoorbeeld ook krokodillenresten gevonden. Dus we weten ook dat er krokodillen in de buurt hebben gezeten. We proberen er een totaalplaatje van te maken. Dus we letten op bijna alles. Ja, er is een vraag van Owen. Maar Owen, ik wil jouw vraag straks graag aan Jasmin stellen. Want het is een leuke vraag voor op het einde. Oké, leuk. Dus die komt straks nog. Spannend. Je hebt hier een ingegipst pakket. Ja, dat is een groot jongen. Je kunt zien aan de volwassen man die ernaast zit hoe groot dit pakket ongeveer zal zijn. Je mist nog een klein hoekje, die zit nog aan de andere kant van de foto. Een groot deel van dit pakket is nou... Dit hele grote blok is nou in drieën gedeeld, waarvan het grootste gedeelte ongeveer 6000 kilo weegt. En vol zit met botten. Maar wat voor botten zouden er in zo'n groot pakket kunnen zitten? Als je een idee hebt, schrijf het in de chat. Dan zijn we heel benieuwd. Ja, zeker als je een beetje in gedachten houdt hoe groot het puntje van de hoorn bijvoorbeeld is. Laat ik die nou net bij me hebben. Dit is ongeveer het puntje van de triceratopshoorn. Dus je ziet dat dat niet zo heel erg groot is. Mijn handen passen er mooi naast. Dus wat voor grote onderdelen zouden er in zo'n vol pakket kunnen zitten? Heb ik nog een vraagje tussendoor, want ja. Je zag bij de opgraafplek dat er dus één plek was waar Dirk lag. Ja. En dus nog een plek waar er een heleboel skeletten bij elkaar lagen. Hè? Dat zei je, 9 dijbenen. Ja. Hoorde Dirk nou bij die groep of juist niet? Nee, er zit 3 meter en een beetje tussen de bovenste en de onderste opgraving. Aan de tijd denken onze geologen dat er ongeveer 4000 jaar tussen heeft gezeten. Dus ik denk dat Dirk deze triceratops niet eens gekend heeft. Mm-hmm. Nou, vertel het maar. Wat zat er in het pakket? En het hele grote pakket van 6000 kilo die we nu nog moeten gaan openmaken, zit in ieder geval 7 schedeldelen. Dat mooie grote nekschild van het triceratops, daar zitten een paar onderdelen van in. We denken dat er schedelonderdelen in gaan zitten, stukken van de armen waarschijnlijk, heel veel wervels, heel veel ribben. Het is eigenlijk van alles. En het wordt een klus om die aan elkaar te halen. Nou, hier zien we Dirk, hè? En ik zie dat hij even geen ribben heeft. En je bent met de ribben bezig, wat ben je aan het doen? Dirk is bijna compleet. Het enige wat Dirk nog niet heeft aan zijn echte botten zijn de ribben. Dus in de tijd dat het museum niet open is geweest, heb ik en mijn collega nog even aan de ribben gewerkt. Je ziet op het grote plaatje dat Dirk ribloos is. Op het kleine plaatje dat er de ribben aan het inmeten zijn. We hebben namelijk de echte stukken rib die we gevonden hebben van Dirk verwerkt in 3D geprinte ribben. Waardoor we zoveel mogelijk echte stukken nog kunnen gebruiken om Dirk aan te vullen. En vanaf ongeveer 22 juli zullen de echte ribben in Dirk gehangen gaan worden. Dit wordt gedaan door een collega van ons van een ander museum. En het is voor het publiek te zien. Dus mochten jullie rond 22 juli nog naar het museum willen, dan zal Dirk er wat magertjes bij gaan staan. Leuk, dus mensen kunnen dat in het museum zien gebeuren. Alles behalve het omlassen van de stalen frameetjes is te zien. Super gaaf. Ja. En zijn jullie nu klaar met opgraven? Onze opgraving is leeg. Alles wat wij wilden hebben is eruit. Dus we zijn nu vooral nog aan het prepareren. En dat gaat nog wel even voor 3,5, 4 jaar door zo. Maar we willen natuurlijk in het veld blijven zitten. Onze nieuwe vrijwilligers willen we ook het veld laten proeven. Dus we hebben een nieuwe opgraving. We zijn gevraagd om te komen werken op de Jurassic Mile, oftewel Mission Jurassic. Zoals de naam al doet vermoeden, gaan we een stapje terug in de tijd. We gaan namelijk terug naar het Jura-tijdperk. En het Jura-tijdperk is, de dino's van die tijd zijn bijvoorbeeld de Diplodocus. We hebben een Camarasaurus, we hebben een Brachiosaurus. Allosaurus is ook wel een bekende. Stegosaurus hebben wij ook bij ons in het museum staan. En we vinden zoveel op die plek.
Degene die de opgraving daar geregeld heeft, heeft voor de aankomende 20 jaar een contract staan. En er ligt zoveel dat ze al zeker weten dat ze in hun eentje niet alles uit het veld gaan halen in die 20 jaar. Oké, dan vind ik het nu een mooi moment voor de vraag van Owen. Ja. Owen wil weten wat je ooit nog eens ophoopt te graven. Mijn droom zou zijn om nog een keer in Marokko te mogen graven en een Spinosaurus skelet op te graven. En het liefst een beetje een compleet, want dan kunnen we eigenlijk eens een keer zeggen hoe die eruit heeft gezien. Dat zou mijn droom zijn. Wat is dat precies voor dino, een Spinosaurus? Dat is een dino die in Marokko heeft geleefd. En Spinosaurus is bijzonder omdat het er een beetje uitziet als een landdier. Maar hij heeft aquatische aanpassingen gehad. Wat betekent dat hij dus een groot deel van zijn leven ook in het water heeft doorgebracht. Hij heeft wat krokodillige trekjes. Hij heeft ondertussen een best wel grote krokodillenstaart gekregen. Een krokodillensnuitje en een heel mooi rugzeil. Dus als je die een keer opzoekt, is worth your while. En ja. Is dit in de Jurassic bij de Jurassic geweest? Ja, zeker. Afgelopen jaar zijn we er geweest. We hadden gehoopt er dit jaar ook heen te gaan, maar helaas kan het dit jaar niet doorgaan. De Jurassic Mile is heel bijzonder, omdat we er heel veel verschillende fossiele materialen terug kunnen vinden. Ze vinden bijvoorbeeld deze supermooie botten terug. Helemaal perfect naast elkaar liggen ze. Dit zijn een stuk van de staart van een waarschijnlijk diplodocus. Maar we vinden ook gefossiliseerde huidafdrukken. We hebben hele mooie voetsporen gevonden die ons bijvoorbeeld vertellen dat een Allosaurus aan het jagen was op een langnek. En dat kunnen we aan de voetafdrukken zien. Plus we vinden heel veel losse vleesetertanden en alles is opgedeeld in verschillende laagjes. En we zijn erachter gekomen dat er een tweede bottenlaag onder deze bottenlaag ligt waar de foto is gemaakt. Ze ligt echt superveel. Heel interessant en ja. Komen leuke reacties binnen. Iemand van het Oertijdmuseum vindt het leuk. En namens Owen ook heel erg bedankt voor het beantwoorden van de vraag. Ja, geen probleem. Leuke vraag. Dit is het team waarmee ik vorig jaar in het veld ben geweest. Op de voorgrond zie je ook Phil Manning en Victoria Egerton. En zij zijn de leidinggevenden die ons begeleiden op het veld. We werken samen met de Manchester University. Daar is Phil Manning van. En Victoria Egerton leidt het team van Indianapolis Children's Museum. Dus het wordt een superleuke samenwerking. En ik hoop dat we daar de aankomende tijd nog leuk kunnen graven. En is dit jouw werkplek in de Dinolab? Ja, dit is mijn werkplek. Hier ben ik 4 dagen in de week te vinden. Dit is het Dinolab in Life Science. En mochten jullie naar een museum willen komen om naar mooie tricks en een mooi diertje te kijken, dan heet ik jullie ook welkom in het Dinolab. En dan kunnen we al je dino-vragen beantwoorden. Leuk. Ja. En even nog een toevoeging. Als je naar het museum komt, vergeet dan niet online te reserveren van tevoren. Jasmin, heel erg bedankt. Ja, jij ook. Mijn spotlight. En ik vond het heel erg interessant. En bedankt voor iedereen die heeft gereageerd via de chat. Volgende week is er weer een online spotlight. En dat is met Barbara Gravendeel. En zij gaat het hebben over een citizen science project. Professor Paardenbloem. Tot de volgende keer.